Hi Queen Jessie, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Welkom terug op mijn kanaal. En voor als je nieuw bent, welkom bij mij, bij de Taco Bell. De Taco Bell heeft een nieuwe store geopend in Arnhem. En zoals je kan zien is die nog zo nieuw dat de rest eromheen nog niet eens af is. Zoals jullie weten is Taco Bell een van mijn favoriete restaurants. Gewoon, ik hou van Taco Bell, ik hou van tacos, ik hou van alles wat Taco Bell is. En dat weet Taco Bell. Dus ze hebben mij gevraagd of ik mijn eigen eten wil komen maken in hun nieuwe store in Arnhem. Dus uiteraard gaan we dit doen. Het hele restaurant is leeg, waar ik heel gelukkig van word, want zoals jullie weten hou ik niet zo van mensen. We staan hier bij de bestelpaal en laten we eerst even gaan kijken wat we gaan maken. Ik mag alles maken, ik mag ook alles door elkaar heen gooien, waar ik dan ook weer heel gelukkig van word. Dus ik denk dat het belangrijkste is om gewoon even te kijken wat we gaan maken vandaag. Ik vind het zo leuk dat ik het allemaal zelf mag maken. Ik vind het echt heel spannend, want ik kan niet koken, zoals jullie allemaal weten. Maar gelukkig is er een heel lief iemand die mij allemaal heel goed gaat leren. Ik wil sowieso een Crunchwrap Supreme maken. Dat is een van mijn favoriete dingen. En ik wil dit uiteraard met beef. Fire sauce. Spicy always fire sauce. Wat ik ook 100% wil is een chalupa. Ik kan niet uitleggen hoe fijn het is om dat door te bijten. Want het is, ergens is het zacht, maar ergens is het crunchy. En ergens is het heel, ja... Je moet het maar gewoon een keer halen, dan weet je wat ik bedoel. Heel lekker, favoriet. Die gaan we 100% maken. Ik wil alles maken. Enige wat ik niet wil maken zijn soft tacos. Ik snap dat heel veel mensen van soft tacos houden. Maar als je een crunchy taco kan maken, waarom kies je nou voor een soft taco? Leg mij alsjeblieft uit. Gewoon fully loaded fries, dat is, nou, dat kan niet. Ik word er zo gelukkig van. Ik denk dat we het wel weten. Ik denk gewoon... Chalupa's en taco's en Crunchwrap Supremes en loaded fries en dan denk ik dat we al heel veel hebben, dus ik denk dat we dat maar gewoon moeten gaan doen. Oké, ik denk dat ik misschien nog wat het leukste van alles dit vind. Een echte Jessie Taco Bell outfit. Dus ik ga hem even omkleden en dan zie ik jullie zo weer. Zeg maar, mijn fully Taco Bell outfit. Ik vind het er zo tof uit, zeg maar, ik wil dit gewoon dragen. En het leuke is van het hele verhaal, ik mag de outfit houden. Daar word ik gelukkig van. Maar laten we naar de keuken gaan, want daar is waar alle magie gebeurt. En hallo. Hallo. Dit is Tibor. Hoi. Hi. Jij gaat mij vandaag... laten zien hoe alles moet. Ik ga jou vandaag alles leren. Top. Eerst wat ik direct zag is gewoon dit. Gewoon, ik wil deze hele doos graag mee naar huis nemen. Ja, stap maar. Voor mij mag je. Fire sauce. Weet jij alles uit je hoofd hoe je het moet maken? Stiekem wel. Oh my god. Eerst moeten we handschoenen aandoen. Ja. Succes met jouw nagels. Dit, maar ik heb wel voor Taco Bell paars gegaan, maar dit is niet heel ideaal. Handshoes. Uiteraard heb ik XL nodig, omdat ik lange nagels heb. Nou, kijk nou. Hey, dit is XL en het is nog steeds, zeg maar. Hey, jij hebt een Crunchwrap, man. Ja, uiteraard. Pak wij de grootste tortilla. Dan doen we die open. Moet je hem op de grill leggen. 5 seconden elke kant. Ja. Niet grill aanraken, want het is best wel warm. Smaak je handschoen tegen. Warm. Dit is warm. Oh ja, dat is wel warm. Dit hier alles in. Gehakt. Yep. En het is gewoon allemaal vers vandaag. Allemaal vers, allemaal net voor jou gemaakt. Bonen, als je vegetarisch bent. Deze vangers, dit is hem. Dit is de proteïne. Dit is de proteïne. Wauw, ruikt zo. Jullie kunnen natuurlijk niet ruiken, want het is alleen beeld. Maar is er nog iets op of is het gewoon plat? Je moet 5 seconden elke kant op. 5 seconden? Ja, officieel gezien. 21, 22, 23, 24, 25. Echt waar? Oh ja, dat is allemaal warm, maar op 5. Pak je nu zo'n ding? Oh. We moeten erop, we blijven anders kan namelijk. Oh, hij is gewoon heet al. Ja. Wat snel. Dan denk je, zelfs hier zit de techniek achter. Als je die streepjes zo ziet, moet aan de andere kant. Oh ja, oké. Okay. Ik denk beef. Dus moet ik dat dan gewoon erop doen? Yes.
hoeveel? Maakt het nog uit hoeveel? Of moet het gewoon... Kijk, dit is dus echt perfect, niet goed. Nou. Dit doet iedereen voor de eerste keer. Hoezo? Eerst even roeren. Oh. Pak je hem zo, zit helemaal vol, tikken. Dit is bij ons één schepje. Dat is het. Dit is het. Jij mag helemaal je gang. Ja, natuurlijk gaan we er twee doen. Zo, erin. En dan... Nou, dit werkt dus al helemaal weer niet. Zo. En een halve erbij. Perfect. Nu het lekkerste komt er aan. De kaas. Ja, 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 ja. En dan gewoon, mag het gewoon zo... Hoe moet ik dit gaan doen? Ja, zo? Precies. Ja, je doet het goed. Ja, hè? Oh. Hoeveel moet je er normaal doen? Normaal 2. Maar ik denk dat jij voor de 3 gaat. Uiteraard. Extra cheese. Oké. Pak je nu deze. Leg je zo erop. Draai hem zo, zodat het vlees en de kaas door elkaar gaan. Dit ziet er nu al zo... Ja, zelfs de cameraman die wordt hier heel gelukkig van. Ga je hem hier afmaken. Oké. Okay. Heb je hier guacamole. Kaas. Ja, nog meer kaas. Voilà. Tomaten. En pico. Weet je wat pico is? Ik denk dat het uitjes, tomaat en koriander is. Dat had ik niet verwacht. Dat heb ik goed gedaan. Oh. Oh, mag ik 2? Ja, ja, hè? Ja. Ik mag het ook wel uitsmeren. Ja? Ja. Oké, okay, wacht. Anders heb je zo meteen 1 bijt voor de guacamole. Ook lekker, ook lekker. Oh. Okay. Ik wil zo, als ik dan later zeg maar zelf een huis ga bouwen, wil ik dit in mijn huis. Wil jij koopt dit? Nee, maar dan, als ik een huis kan bouwen, dan is er iemand die maar gaat koken. Mag ik gewoon erin? Jij mag alles. Dat moet je niet te vaak tegen mij zeggen. Dat is enorm koud. Okay. Weet je hoe we normaal gesproken doen? Nee, maar dat mag niet. Oh. Okay. Dit wordt de lekkerste. Ja, oké, okay, van alles. Weet je? Dit vind ik wel heel lekker. Hou je van koriander? Ik weet dat er een heel gesprek over is dat mensen koriander vies vinden. Ik vind het wel oké. Okay. Zoals er even niet op mij gelet wordt, dan ga ik allemaal hele gekke dingen doen. Beetje kaas nog, zat namelijk nog niet genoeg kaas op. Ik pak vast veel, want we gaan nog veel meer dingen maken. Keurig, en dan? Oh. Kan je tegen pittig eten? Uiteraard. Oké, ga je nu dichtbouwen? Ja, ik weet hoe dit moet. Dan zeg ik niks. Denk ik. Ik denk zo. Ja. En dan zo. Ja. En dan zo. Ik heb niks meer te zeggen. Gaat het echt precies goed? Ja, ja. Oh. Je moet 6 punten hebben. Oh, en nou moet ze onderaan. Ja, succes daar. Moet die face down? Face down, dus hij moet andersom. Hoe ga je dat doen? Ja, gewoon Hans Kazan. Zo. Yes. One down. Gewoon, het ziet er. Ik heb nog. Nou, iedereen wil dit straks hoor. We het warm houden, dan gaan we nu andere dingen maken. Een chalupa. Ja. Dan moeten we gaan frituren. We hebben speciale dingen voor nodig. En dan hebben we de flatbread nodig. Flatbread? Yes. Is het brood? Het is een soort van, ja. Is het brood? Het brood. Moet ik dat ergens pakken? Ja, het staat daar. Oh. Dit is het. Hier is het van gemaakt. Ja, mag je het proeven als je wilt. Smaakt erg. Nou, ik vind het niet vies. Ik kan hier echt zo gaan werken. Ik snap alles al. Alsof je hier ook hebt gewerkt. Wisten jullie niet? Maar stiekem werk ik hier, 3 dagen in de week. Yes, breng je hem daar naartoe? Kijk, en dan denk ik dus dat die dingetjes zijn om dit zo neer te zetten. Wauw. Auw. Nee, kan ik niet aan. Zal ik hem voor je vasthouden dat jij alles erin doet? Ja. Het is veel te veel, hè? Ja, eigenlijk wel, maar... Breng je? Wil je nog iets anders op? Wil je waarschijnlijk kaashuis op? Oh, okay. Ja, eentje zo goed. Ja? Voor nu, dit is kleiner. Hier kan klein, je niet zoveel in. Yes. Dan, maar hoe doe je? Oh, hoe? Dan krijg je 1 hap guacamole. Nee hoor. Dan doen we gewoon lekker nog een schep. Zo. Dit is veel guacamole. Kaas, uiteraard. Iets bescheidender er. Lekker groen. Lekker groen. En dan moet hij in een zakje. Gaan we hem dichtvouwen met deze. Leg hem dubbel. Oh. Wow. Laten we nu zo.
crunchy taco, uiteraard. Een van mijn favorites. Ga je nu iets vegetarisch maken? Of wil je... Ja, zal ik die proteïne doen? Yes. Moet er een, ja, je moet er een klein beetje mee op, hè? Maar hoe dan? Hoe dat nu doet, is echt vet. Maar... Heb je dit? Ja, dat vind ik een beetje onhandig. Wow, geen kaassaus? Zal ik... Nee, geen kaassaus. Oh. Perfect. Sla. Je snapt dat zeg maar allemaal mensen nu gaan komen vragen om mijn creaties. Maar hoe je dit nu doet is precies wat wij maken. Echt? Ja. Sla en dan kaas en dan tomaat en dan heb je... Ook een, dit? Ja, dan heb je een taco supreme. Wat moet er nu dan nog op? Kaas en dan tomaat. Joh. Nu nog tomaat en dan is het gewoon perfect. Zo. Ja. Er omheen vouwen. Zo. Maar dit is... Ja, kijk, bijna. Ja. Moet hij nou terug of moet hij naar voren? Je kan het. Moet het zo? Nee. Of naar voren? Naar voren. Yes. En nu 10 heel snel achter elkaar. Nou. Ik heb nog meer zin in. Alles. Oh. Kijk, hoe minder fries je erin moet, hoe meer lood dat je hem kan maken. Is dit te weinig? Nee joh. Alles? Is dat voor één patatje? Nee, dat is voor anderhalf denk ik. 3,5 minuten. Wat gaan we in die 3,5 minuten doen? Nou, lekker chillen. Normaal zou je natuurlijk dan doorgaan naar andere bestellingen, maar... Ga je daar kruiden op doen? Dit is de kruidenbar. Zoiets. En dan? Ik vind het echt top aan te zien. Kijk, ver. Goed hè! Mag je de friet helemaal erachterin doen? Gewoon daar, woep in. Ja, gewoon erin. Lekker. Doe je zo'n ding erin, zodat het er heel mooi uitziet. Wow. Presentation. Zoveel fiets als dat je wilt. Oh, dit is leuk. Oké, dan. En dan, oh, ik ga er helemaal de mist in. Oh. Zo. Twee. Kaassaus. Belangrijkste allemaal. Uiteraard. Klein beetje. Waarschijnlijk ga je de guacamole doen. Dat heb ik zo gevoel. Helder zien. Uiteraard. Nooit klopkaas. Yes. Dit is mijn sollicitatievideo. Echt? Ja, echt waar. Ik kan ook nadenken. Ik heb alles gemaakt waar ik zeg maar normaal heel gelukkig van word. Yeah. Dus ik denk dat ik wel oké ben. Right. Mild of wat wil jij? Mild oké. Okay. Oh. Ik wil echt netjes uit. This is presentation. Ja, je hebt nog nooit zo snel gezien, hè? Wow. Moet je ook iets voor de camera maken? Camera van de Lipton Iced Tea Dream. Ik ben meer dan trots op mezelf. Ik heb namelijk allemaal zelf gemaakt. Ik heb een romantisch date met de cameraman. Dus de cameraman is weer te drinken. En je mag hier de helft ook van. En gewoon, ik moet hier als eerste in. Mijn eigen creatie, waar ik veel te veel op heb gedaan. Gewoon. Heel veel guacamole op. Heel lekker. Ja. Ik ga hem voortaan altijd zo bestellen. Ik wil 2 crunchy ronde schijfjes in het midden. 4 schepjes guacamole, heel veel kaas. Gehakt en heel veel kaassaus. Dat is mijn bestelling. Ja, dan de extremely loaded fries met weinig fries zodat die extra loaded kan zijn.
alles is gewoon 10 keer lekkerder met nog meer erop. Nog meer dingen. Het is toch je droom dat breder gehouden. Dus je naar taken gaat dat je gewoon heel veel erop wil. Het is gewoon. Living the dream. Oh. Ja. Lekker, hè? Ja, ik kan mijn masker ja. Dit is van een partij. Oh. Het is guacamole. Oké, dus het is crunchy en zacht tegelijk. Ik zei net tegen iemand dat je me voor niks 's nachts kan wakker maken. Mag wel. Mag toch. Ik dacht nee, laat mij even lekker slapen. Maar als je hiermee aankomt. Dan mag wel. Ik ben zo goed. Dan hebben we nog 1 creatie. En dat is de taco. Nou. Ga ik jullie even leren hoe jullie dit moeten eten zonder de hele bende te laten breken. Want daar ben ik zeg maar professioneel in. Ja, ja. Dit ging zo goed. Dat ze weer een taco eet. En dan heb ik iets heel leuks voor jullie. Hier beneden in de bio staat een linkje. Als je op dat linkje klikt, kan je morgen, als je deze video ziet op de dag dat die uitkomt, 4 oktober, Nationale Taco Dag, een gratis taco halen bij Taco Bell. Dus even het linkje hieronder en dan kan je lekker een gratis taco halen. Alsjeblieft. Dat was de video. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. In ieder geval vond jij de video leuk? Geef even een duimpje omhoog. Laat beneden in de comments weten wat jouw favoriete gerecht is bij de Taco Bell. Die van mij is de chalupa. Ik ben meer dan gelukkig met mijn gigantische doos met fire sauce. Heel gelukkig. Ga je gratis taco halen en ik zie jullie weer in de volgende video.